Joanne, jij hebt maatje 152. Even kijken of die kunnen. Kijk eens bij de eerste. Zo. Oh. En veel plezier met de wedstrijd. Kijk. Jij krijgt deze. Ja, zeker. Ja, oh, je handtekening, je naam en dan de handtekening. Ja. Moet ook nog even. Betty, welkom in de winkel. Dit is een overzicht van wie er allemaal in het team zitten en welke shirtjes ze gepast hebben. En de datum en de handtekening. Ja, gaan jullie mee? Gaan we later. Veel plezier, hè? Bas. Jawel. Jonas. Nog één keer dat ik het voor jou. Dit is echt een hele goede. Nou, je hebt al gepast, dus je weet hoe ze eruit staan. De meneer kan jij helpen van zijn. Kan je nog één keer stemmen? Dan moet je toch wel. Ja, niet onder de paal. Op een gegeven moment komt het moment, zelfs voor Geertje, dat het fysiek even wat minder gaat. En dat ze heeft aangegeven om te stoppen met de werkzaamheden in het clubhuis. Een hele mooie tijd waar we als vereniging denk ik heel dankbaar voor zijn voor alles wat je hebt gedaan. Van mijn kant mag ik je een klein cadeautje geven, een kleine bon. En ik hoop dat je er wat leuks voor vindt. Achter je, want ik wil graag dat je dit rustig uitpakt. Geef me een keertje. Als vereniging, als DVO, hebben wij gemeend dat iemand die zoveel voor ons allemaal, zoals we hier zijn, gedaan heeft, dat we iets speciaals willen geven. Als bestuur van de DVO Accountor hebben wij gemeend om de plek waar we nu zijn, een hele bijzondere naam. Thank you.
Ja. Zullen we hem ophangen? Even voor de foto. Even voor de foto. Gaat ze zelf de trap klimmen? Goedemiddag dames en heren, het is weer droog in Bennekom nadat er, zojuist een hoosbui voorbij kan zetten. Het tweede is helemaal weggeregend. Top ging met de winst aan de haal, 24-26, twee verschillen in ieder geval. En we gaan ons opmaken voor de wedstrijd van het eerste, Top tegen DVO, DVO tegen Top uiteraard. Nou, we zijn er ook op het veld weer een keertje in de lucht. Het is een beetje een testje nog wel. Hopelijk dat er zo min mogelijk kinderziektes voorbij komen in de loop van deze wedstrijd als het op de techniek aankomt. U hoorde misschien wel het fluitje van de heer Peter van der Terp, die nu de handen schudt van de coaches van DVO. En ook Ben Krum kan op een handje rekenen. We hebben natuurlijk een behoorlijke voorgeschiedenis opgebouwd, zeker in die memorabele wedstrijd tijdens het zaalseizoen. Ik kijk even nauwgezet naar de spelers van Top, want de vakken van DVO zijn mij bekend. De vakken van Top zijn mij ook bekend. Ik weet alleen niet welk vak in de avond gaat beginnen. Dus wie weet dat we dat zometeen in de statistieken nog even gaan omdraaien. Over de statistieken gesproken. Normaal krijgen jullie altijd netjes berichtjes met het aantal goals per speler als er een goal wordt gemaakt. En mooie overzichtjes. Die moeten jullie vandaag helaas schuldig blijven, want onze beide statistici van dienst zijn verhinderd. Dus we zullen proberen het zo mooi mogelijk aan te kleden, maar u hoeft niet te rekenen op cijfertjes. We zien de high fives. En ik ga eens even kijken hoe DVO zich opstelt en hoe Top zich dan gaat opstellen. En dan leg ik eventjes de microfoon neer om de laatste wijzigingen door te voeren, mocht er die nodig zijn. Chris van Haren, de basisplaats voor hem in de kakel versus nieuwe shirts. En dan zie ik het vak van Wessel, Mick, Jet Hendricks en Sanne Jousma in de verdediging. Nou, dat is goed nieuws voor mij, want dan hoef ik weinig aan te passen. Dan ben ik over een paar seconden bij je terug en dan gaan we beginnen. Let's go.
Zo, de opstellingen staan er goed in. Dus we kunnen nu zo goed en zo kwaad als het gaat zonder statisticus af en toe ook eventjes de poppetjes laten zien die een hoofdrol vertolken bij een actie. We zagen net het schot van Koen Verhoekel en Fleur Hoek staat weer tegenover Celeste Split. Ja, ja. Zeker geel in de zaal. Verhaal is bekend. En hier zien we de landskampioen in de zaal weliswaar. Mick Snel tegenover Marij van der Goorberg. Ook dat kan leuk worden. Hier het schot van Snel. Rebound bij Wessel van Noord. Speelt op de plek van... ja, wie stond altijd bij Snel? Ik geloof dat dat Daniel Harms altijd was. Nogmaals het schot van Snel. Geen korf. En dan komt Hester Heiting daar... wordt Hester Heiting daar slachtoffer van Wessel van Noord. Maar het spel gaat verder. Nu even in het voorvak. Wessel van Noord de lange, met de lange stelte. En er is iets gezien door Peter van der Terp. Divjo neemt over. Je moet begrijpen dat we vandaag dus werken met een niet een hele uitgebreide rolbezetting qua livestream team. Dus enige vertraging kan misschien optreden. Ondertussen het schot van Jet Hendricks. Goede bewegingen van Jet Hendricks. Is er langs bij Saskia van der Zee die de voorkeur krijgt boven Saskia van der Zee vandaag. Devio spelend in de nieuwe tenues. Vorige week onthuld. U zag het misschien nog in het filmpje wat voorafgaand aan de livestream getoond werd in de livestream. Hele vereniging in het nieuw gestoken. En het ziet er allemaal heel erg fraai uit. Nieuw logo ook. Fleur Hoek maakt van achter de korf de gelijkmaker. En u zult misschien ook zien dat de klok nog niet meetikt. Dat gaan we zo meteen aanzetten als die op 30 minuten, de 30 minuten aantikt. Goede doorbraak van Celeste Split. En het is weer de voorsprong voor top. Die klok die gaan we vanaf 30 minuten aanzetten omdat die op het veld niet zo, of, hoger ingeklokt staat als in de zaal. Nou, dat is een technisch verhaal. Daar ga ik u niet mee vervelen, maar zo meteen gaat hij meelopen. Marijn van der Goorberg gaat op zoek naar een schot. Paas komt niet helemaal lekker aan. Dan maar naar José Alvarez Andres. Die blij is dat het is gestopt met regenen. Het is hij niet gewend. Spanjaard heeft natuurlijk een mooie vakantie in het zuiden gehad. De temperaturen logen er niet om. Nu is hij weer terug in het koude kikkerlangetje. Een mooie bal van Marijn van der Goorberg. Net niet. Wel de rebound voor Alvarez. Die dus nu naast Van der Goorberg staat geposteerd. Vorig jaar was het Van der Goorberg naast Koen Verhoekel. Vakken zijn een klein beetje door elkaar gehusseld door de oude meester Ben Krum. Eens kijken of hij vandaag het einde van de wedstrijd wel haalt. Top gaat op zoek naar het verschil van 2. Onder andere door deze Nick Picard. En een rebound voor Chris van Halen. Die staat tegenover Thomas Tichelman. En die speelt dan weer op de plek van Paul Amholz. Die vader is geworden. Waarschijnlijk is dat de reden van zijn achterstand of van zijn afwezigheid. Marijn van der Goorberg achter de korf. Vrije goal. Gaat het gelijk op. Bij de ploeg drie keer gescoord. DVO speelde vorige week trouwens een oefenwedstrijd tegen KCC. De promovendus komt seizoen in de league. 16-15 met rust. Nou, dat loog er niet om. Die doelpuntenproductie op het veld. Tweede helft ging het er iets minder hard aan toe. Maar wel een overwinning uiteindelijk voor DVO. 29-26 als ik me goed kan herinneren. Dat is dus de ploeg die... Top Solo Compleet zeggen. Die Top Solo Compleet aan het einde van vorig seizoen, veldseizoen, nog een keer wist te verschalken. Dat is wel bijzonder. En later PXC ook nog. Dus toen gaat Capella aan de IJssel komt eraan. Ik weet niet of Top zelf ook nog een oefenwedstrijd heeft gespeeld eigenlijk. Of dat vandaag de eerste serieuze krachtmeting is voor de ploeg uit Sassheim. Lange aanval. Mick Snel op de achterkant. En dat is dan lekker de rebounden voor die boomlange Wessel van Noord. Sanne Jousma met de assist. Nogmaals Mick Snel die lekker aan het spitsen is. Beetje moeizaam tolletje. En dan weer het zoeken naar Snel. Die krijgt de bal op zijn voet. Ja, volgens mij krijgt hij de bal wel degelijk op zijn voet.
One hand, fight more, krijgt José Alvarez te horen van Ben Crum. Dat is ongetwijfeld bedoeld voor zijn rebound. Hij moet het gevecht aangaan met Wessel van Noord en met één hand omhoog springen. Ik kan me dat voorstellen dat het inderdaad een goede methode is om de bal te ontscheppen. Want met twee handen ga je het waarschijnlijk niet winnen. Je hebt toch zo'n kop achterstand als het om lengte gaat. Even functiewissel nu. Oh nee, toch niet. Toch weer de buitenkant opgezocht door Mick Snel. En Marijn gaat een hele drukke avond krijgen. Nu is hij hem kwijt. En dan moet Wessel van Noord deze bal afdrukken, maar dat vergeet hij. En nu moet José het even zien te bolwerken tegen Mick Snel. De aanvoerder van het Nederlands team. En hier krijgt José even getoond hoe het wel moet, het rebounden. Met één hand. Maar hij stond met zijn rug naar de korf, dus waarschijnlijk heeft hij het niet gezien. Davio kan op zoek naar de voorsprong. Weer een moeizame bal op Fleurhoek daar. Barbara Brouwer zit er goed tussen. Weer een rebound voor Wessel van Noord. Een hele soepele aanval dit, top, maar dan wel een vrij schotkans voor Mick Snel. Geen korf geraakt, maar geen schotklok op het veld, dus dat zal Mick Snel een worst wezen als hij de volgende mee inschiet. Komt hij aan? Nee. En dat moet dan te rebounden zijn voor José Alvarez Andres. Die stond er beter voor, maar mist dan toch net de lengte. Nogmaals, zet Hendrik achter. Hendricks achter de korf en een rebound voor Marijn van Goorberg. Ja, hoe goed is top al zo aan het begin van dit seizoen? Vorig jaar duurde het even voordat ze topniveau gehaald hadden. Maar uiteindelijk zijn ze wel gewoon landskampioen geworden in de zaal. En daar is het allemaal om te doen natuurlijk. Hier is de eerste voorsprong voor DVO. Chris van Haren achter de korf. 4 tegen 3. Kijken of Top dat kan beantwoorden. Bijvoorbeeld hier via Mixnel. Nee. Nogmaals, Mixnel. Ja, mooi achter de korf, maar dan veel te hard. Ja. Baat er zichtbaar van. Gooit er een beetje een krachtterm uit. Romy Teunis met het schot. Gaat er ook in. 5-3. DVO een stuk efficiënter dan Top. Top dat veel meer kansen neemt. Je zult mij maar op het woord moeten geloven, want we krijgen het dus niet in de statistieken te zien. En DVO schiet gewoon die ballen erin. Ja, dan heb je aan weinig kansen genoeg. Tweede punten los. Oh, daar gaat weer Celeste Split makkelijk langs bij Fleurhoek. Fenomeen is dat toch, Celeste Split. Maar ze dit jaar nog beter dan vorig jaar. Het zou toch bijna niet kunnen, zou je denken. Maar ze ziet er weer aardig, ze is weer aardig op dreef. Van de Goorberg. Weer de achterkant van de korf gezocht. Is eigenlijk een aangeef daar voor José. Marijn van Goorberg. Die is te kort. En dan kan die worden geribouwd door Wessel van Noord. Die Wessel van Noord gaat dus Marijn van Goorberg verdedigen. Daar lijkt het tenminste op. En dan hoopt Jan Niebeek er waarschijnlijk op dat Mick Snel veel rebounds gaat winnen van José Alvarez Andres. Koen Verhoeken loopt daar verhoeken van de sokken. Maar DVO houdt de bal over na het schot van Nick Picard. Kan het gat aan de 3. Weer achter de korf, vrijgepaast. Ja hoor, dat zijn natuurlijk wel zijn balletjes. José Alvarez Andres. Daar heeft hij volgens vorig seizoen behoorlijk mee huis gehouden. Uiteindelijk was het de zuiverste heer van de korfbeliek. Neemt natuurlijk niet heel veel moeilijke kansen misschien. Het zijn vaak van die korte kansjes achter de korf. Maar goed, speel je maar eens vrij en schiet ze er maar eens een keertje achter elkaar in. Boven de 30% lag het uiteindelijk. Dus geen wonder dat de technische mensen van DVO met Ben Crum voorop heel graag wilden dat die jongen nog een jaartje in Bennekom zijn korfballen. Wie weet heeft hij zijn top nog niet bereikt. Wordt stevast elk jaar een klein beetje beter. En als je dat maar lang genoeg volhoudt, dan word je gewoon een klassenspeler. Goeie bal trouwens, over klassenspelers gesproken. Nick Picard
Lekker fadeawaytje. Mij nog op aan te merken. En weer een vrije kans rondom de korf. Nu gaat hij er niet in. En een rebound voor Barbara Brouwer. Schot van Chris van Haren. Top, op zoek naar de aansluiting. Maar weer een niet echt heel lekker getimed schot. Of gewoon goed afgevangen. Goed meegevangen van Marijn. Zo kan je het natuurlijk ook zien. Ik miste golf van Vleurhoek. Ik zat eventjes de berichten rondom de livestream te lezen. Ik krijg een opmerking over de witbalans van de camera. Dan gaan we in de rust even kijken of we daar iets aan kunnen doen. Ondertussen Jet Hendricks. Niet de eerste poging die de court niet raakt. Maar het is vooral die doorbraak maar tegen zien te houden. Die beweging van Nick Snell werd doorzien door Marijn van der Goor. Erg komt uiteindelijk nog wat op schot. Is dat toch geen snijden? Dat is geen snijden. En dan een vrije doorloopbal van Sander Jousma de mist in. DVO op zoek naar de marge van 4 via Koen van Roekel. Nee, rebound. De bal was kennelijk in de handen bij Barbara Brouwer. Want de grensrechter wijst richting het aanvalsvak van top. DVO, weer op zoek naar de marge van 4. Kijken wie daarvoor wordt ingeschakeld. Verhoek. Goede onderschepping van Nick Picard, die eigenlijk geen idee heeft waar Chris van Haren zich bevindt. Maar bevindt zich wel mooi in de ballijn. Kan die bal er tussenuit halen. Natuurlijk ook zo'n speler die toch wel een klein beetje vanuit het niets van Sporting Trigon vrij laat eigenlijk... Het allerhoogste niveau bereikte, maar vervolgens wel ook elk jaar weer beter werd. En inmiddels gewoon een basisklant van Oranje. En dan zie ik hem niet zo gauw uit verdwijnen eerlijk gezegd, want hij is bijvoorbeeld echt geniaal. Nick Snell, nog niet vandaag. Volgende poging. Ja, het is jammer dat we geen statistieken hebben, maar de een na de andere die knalt tegen de korf. Nog niet helemaal lekker warm gedraaid, terwijl er wel een zacht zonnetje begint te komen nu. Misschien dat dat helpt. Lopen gegeven tegen Sanne Jousma. Dan staat daar Nick Picard ongeveer halverwege het veld die bal op de middenlijn af te wachten. Goeie 1-2 met de paal daardoor Koen van Roekel. En dan weer een bal onderschept uit paas op Vleurhoek. Dus vooral die ballijn rondom Vleurhoek die worden enorm afgeschermd door de top. Vleurhoek die vaak uit de ruimte tot schot komt. Wat minder vanuit de 1-tegen-1 opereert doorgaans. Dus dat is op zich wel een logische tactiek. Daar is dan wel de goal van Jet Hendricks. En dan is het verschil toch weer 2, ondanks meerdere aanvallen van DVO om het op 4 te brengen. Mag wel de voorsprong voor de Bamlecomers. Marijn van Goorberg. Oeh, ja, die zit er wel in. Beetje uit balans geschoten, maar niet minder zuiver. En zo blijft de DVO... Toch een aantal goals voor gedurende deze eerste helft. En als we het dan over koppeltjes hebben en over onderlinge verhoudingen qua strijd en prestige, dan wint de ene international het voorlopig van de andere. In dat vak. Ondertussen over internationals gesproken, slash split. Volgende poging, ja. Erg plat en dan haalt hij niet achter de korf. En
Marijn van den Goorberg. Nee. Goede rebound van José. Die goed zijn lichaam gebruikt en ook nog toegestaan. Weer vrijgepaast José achter de korf. En daar is hij weer hoor. Wessel van Noord volgt hem niet. En nou, de Spanjaard in optima forma. 4 verschil. Nou, ik heb de schoten van Alvarez niet geteld, maar het zou maar zo kunnen dat hij 2 uit 2 schiet. En nu is de zaak dat het andere vak ook gaat scoren, want daar scoort het nog een beetje aan. Veel paasfouten. Dan is het wel de klasse van MixNL die even op zo'n moment opstaat. Gelijk weer de marge naar 3 brengt. Het antwoord van DVO, hoe gaat dat eruit zien? Verhoek draait in en dan een moeizame rebound en die was sowieso voor top geweest, want Koen hangt daar een beetje op de schouder, Koen Verhoekel. Op de schouder van Nick Picard was het, geloof ik. En Mick Snel loert weer op zijn kans. Oh, daar was de tweede aangeef van Sander Jousma even niet bedacht door Sander Jousma zelf. En wat vreemd die druk op de middenlijn daardoor. Zowel Tichelman als Nick Picard. Experimentje misschien van de coach. Ik ga daar maar eens kijken of je die bal kan ontscheppen. Fleurhoek? Nee. Rolt over de korf. Lastig rebounden voor Chris van Haren. En Koen Verhoek krijgt te horen dat hij dan wat meer in beweging moet zijn om binding te houden met zijn tegenstander. Die dan niet kan meevangen. Het loopt nog niet echt lekker. Hij schiet er al eentje in, maar hij wordt aardig goed bedwongen tot nu toe. En zeker die overnamesituaties, die kan nog niet echt lekker uit de verf. Met Wessel van Noord als aan te spelen man. Oeh, daar krijgt Koen een blokje. Maar ja, dat is dan dikke vette pech. Dat blokje was heel mooi, maar de manier waarop je uiteindelijk profiteert, Koen, van dat blokje is eigenlijk misschien nog wel mooier. Net het livebeeld ervoor, helaas. Zometeen in de rust nog een keer te zien als de hoogtepunten voorbij komen, even één. Barbara Brouwer lost ook eens een keer een schot. En een goed meegevangen. Nee, hij legt op de hand bij Nick Picard. Ik dacht dat hij lekker tussenuit werd gepikt door Chris van Haren, maar hij lag op de hand. En dan weer 1 tegen 1. Slash Spit en Fleurhoek. Achter de korf, Nick Picard. Oei. Barbara Brouwer krijgt een tikje op de schoen, of ze lapt niet helemaal lekker. Dan kan gelukkig verder. Nogmaals Nick Picard achter de korf. Nee, geen korf geraakt en ook geen man om de bal af te vangen. Nou, het zou lekker zijn als DVO vandaag al hier wat puntjes kan pakken. Een mooie start van het seizoen natuurlijk. In een, weer een dodelijke pool met ook PKC er weer bij. Krijg als je veel zaterdagverenigingen en zondagverenigingen hebt. Dan moeten alle zaterdagverenigingen bij elkaar. Ja. Weinig variatie in de poolindeling daardoor. Dan nu eens een keertje een koekje van eigen deeg voor Fleurhoek. Die heeft de vuistbal daar. DVO dat dus weer in een pool zit met NKC en Tocoratio en PXC SWK groep. En daar ook nog bij Dato en DOS, als ik me niet vergis. Nou, best een pittige pool. Doelstelling is gewoon handhaven natuurlijk. Wel een lekkere bal weer van Celeste Split. Ik krijg net een steal te verwerken, maar dat beantwoordt ze dan op deze manier. Iets meer druk nu van Wessel van Noord op Alvarez Andres en een schot dat misschien niet echt lekker getimed was. Het zonnetje komt er lekker door. Beter dan die gigantische plans bij van zojuist. Nou, Thomas Tichelman, alle kans en mist hem. Wordt het toch nog een mooie zaterdagmiddag op deze manier. Marijn van den Goorberg ziet er goed uit. Ja hoor. Ze vierde denk ik al. Misschien is het de derde. De derde, ze vierde.
11 goals in 20 minuten op het veld. Wow. Weer een afvallende bal voor DVO. Ook die aanvallen van top die begonnen lekker lang, maar inmiddels zijn ze toch snel de bal kwijt. Nou, ik heb niet de indruk dat Jan Niebeck zich er heel veel zorgen maakt. Ondertussen de volgende, 12-7. Ja, de doet een beetje denken aan die wedstrijd in de zaal toen DVO eigenlijk ook de bovenliggende partij was. Een marge van 6 pakte geloof ik zelfs, alleen uiteindelijk toch nog gelijk spel moeten toestaan. Laten we hopen dat het vanavond voor de groen-witte niet zo ver komt. Als ik even mijn groen-witte pet op mag zetten. Niks snel, geen korf. Weer een grimas van de nummer 24. Ja, het Hendricks dan maar. Ja, dat lijkt er meer op. Doet Mick Snel niet, dan is het wel zijn wederhelft. Jet Hendricks. Vrije schotkans van Marijn van de Goorberg. Nou, daar had hij weer. Jongen, jongen. Weer 5. Uiteraard zijn jullie allemaal van harte welkom om feedback te geven op de stream, over de kwaliteit van het geluid bijvoorbeeld. Daar zijn we allemaal heel erg benieuwd naar. We hebben een iets andere opstelling. En natuurlijk buiten stream is heel wat anders dan in de zaal. Ondertussen Barbara Brouwer, weer 4 verschil. Je hebt te maken met andere lichte omstandigheden. Je hebt meer geluid rondom. Overal zand. Het zijn niet de meest ideale omstandigheden natuurlijk, maar we proberen er het beste van te maken. Dus ook feedback die jullie hebben is welkom. Geen stip wordt uit het publiek gevraagd. Vrije bal, net zo zuiver hoor, van Fleurhoek. En DVO loopt een klein beetje bij beetje lopen ze uit. Nu verschil 5. Goede fase van de Bennekommers. 14 goals al en we zijn net op een derde. Volgende airbal van Nick Snel. Nee, die gaat raakt de korf nog wel. Ik dacht dat dit te hard was. Nick Snel die zo'n loodzwaar seizoen had natuurlijk vorig jaar. Met eerst een EK en toen tot en met de Ahoy finale alles gespeeld volgens mij. En hij moest ook veel de kar zelf trekken, want Toppen nogal op zuur is. Nou, dan kwam daar ook nog een keertje de World Games achteraan. Dus ja, die heeft misschien een maandje vakantie gehad. En nu wordt hij weer geacht om hier in het veld volle bak te spitsen. Echt veel resultaat levert het nog niet op. Vrijbal. Ik denk tegen Saskia van der Zee. Ook deze neemt Mixen over zijn rekening. Niks snel, ja. Kijkt even naar de kant. En Jan Nierbeek toch eventjes van zijn stoeltje opstaan nu. Kan die bal binnen worden gehouden door Saskia van der Zee? Nee, helaas. Voor haar. Opbouwen moet goed volgens Ben Krum aan het adres van Hester Heitink. Komt Barbara Rauw iets te dicht bij de korf uit, waardoor ze die bal niet kan nemen. Maar slash split. Thomas Tichelman nog niet echt in het spel voorgekomen. Nou, dat is niet heel gek met ook nog deze Nick Picard in het vak natuurlijk. En dat is dan het spel van top met die ballen kriskras door het vak heen. Maar, uiteindelijk leidt het niet echt tot een heel bijzonder schot. Nog wel weer een spelervatting voor top, dus we mogen nogmaals aan de bak. Gelijk het schot van Slash Split. Beetje mazzel. Hij gaat er wel in en dan is het verschil weer 3. En Niebeek pept zijn verdedigingsvak even op, want die krijgen toch echt te makkelijk goals tegen. Marij van Goorberg.
vrije kans. Mick snel een paar woordjes naar de scheidsrechter. Ik zag niet goed wat er gebeurde daar. Hij lag opeens op de grond. Top, gaan ze naar twee verschil. Hier via Nick Picard. Nee. Wel iets meer rebounds nu voor de rood-witte. Nogmaals, Picard, moeizaam doorbraak. Niet echt helemaal lekker afgespeeld. En dan hier, Tichelman, doorbraak. Wordt goed uit, wordt goed tegengehouden, wil ik zeggen, door Koen van Roekel. Picard. Picard, nee. En een rebound. Ja, maar goed. Een vrije bal zelfs. Tikken die bal, krijgt Koen Verroekel te horen. Hij is te laat. En dan is daar niet de twee verschil. Oeh. Ja, er zitten twee heren van DVO elkaar in de weg. Zo krijgt Top meerdere malen de bal terug. Om weer het verschil in de twee te brengen. Barbara Brouwer, doet zij het dan? Nee. En strafworp en doorgegeven. Ik weet je, zonder dat DVO deze avond toch nog een goal te interesseren krijgt. Meerdere kansen om die bal te hebben. Dus dit al een hele makkelijke doorbraak weer. Ook een strafworp. Ja, dat is wel een beetje een getelefoneerde truc. Oh hier. Maar niet minder effectief. En Koen Vroeker kan het verschil weer naar 3 brengen. Dat doet hij. Vorige week gingen er nog 4 stippen de mist in van DVO. Had dat geen voorbode zijn voor de rest van dit seizoen. Op deze wedstrijd in het bijzonder. Herhalen overtreding. Waar hebben we dat eerder gezien? De heren snappen het niet. Maar er wordt een herhaalde overtreding gegeven tegen José Alvarez Andrés, die zijn knie gebruikt bij het rebounden. Snap het niet, maar Mick Snell mag de stip nemen. Doet dat niet helemaal 100% lekker, maar hij gaat er wel in. En zo is het verschil tussen 2 en is Top weer een klein beetje aangesloten. En moet José vooral opgepast in die rebound-duels. Dat hij niet te veel vecht zoals Ben Krum het graag wilde. Dat lijkt me ook een vrije bal. Nee. Dan mag José hier zijn gram halen. Nou, ook weer raak. Tegen KCC schoot hij nog niet heel gelukkig. Maar nu heeft hij het vizier op scherp. Celeste split. Nee, en dat is wel een goede rebound. Goed getimed door Chris van Haren, die je beste verdienste kapot speelt tot nu toe. Laveert eigenlijk al 2 seizoenen een beetje tussen 2-1 in. Maar een hele bruikbare kracht, wat mij betreft, om erbij te hebben. Nooit problemen, Capsones, wat dan ook. Krijgt wel eens een klein beetje aandacht van andere clubs, maar echt een jongen van de club en zolang hij hier zich kan blijven ontwikkelen onder de meester, dan heeft hij het prima naar zijn zin. Marijn van de Goorberg met heel snel schotje. Komt net met Jet Hendricks in aanraking. Het spel heeft stilgelegd. Nou, als Ronald Hogevorst tevreden is, dan ben ik ook tevreden. Ik zou zo meteen eens even naar de cameraman lopen of we daar iets aan kunnen doen. Nogmaals, Marijn van de Goorberg. Ging wel geen goal. Vier minuten te gaan. Kan Top nog een klein beetje aanhaken. Geen lekkere bal op Celeste Split. Barbara Brouwer, nee, die neemt die kans niet. Nu wel, Barbara Brouwer. Nog niet. Nogmaals, Nick Picard. Die houdt, ja, ik wou zeggen, die moet die bal van een hele gekke plek weghalen om die bal te schieten. En dan probeert hij met deze paas. Nee, werd hem niet. En dan nu, uitstand. Oeh. José Alvarez Andrés wordt daar helemaal vrijgelaten door Wessel van Noord. Toch wel bijzonder.
top weer in het offensief. Nick Picard. Ja, die aarzelt daar te veel en dat is natuurlijk nooit goed. Geen goede bal van Celeste Split. Wat heeft jou voor rust weer die marge van 4 stellen? Met die shirtjes dat van de A6. En ik heb gewoon shirtjes eigenlijk. Marij van Voorberg, al een tijdje geen goal meer gemaakt. Succes zo. Baat een beetje van dat die bal op die aangeeft niet helemaal lekker vast zit. Thomas Tichelman, goede actie en weer veel te hard. Een paar opgelegde kansen helpt hij om zeep, die jonge speler van top. Ik weet niet precies hoe oud hij is, maar speelt al een aantal seizoenen in tweede volgens mij. Top dat natuurlijk op een gegeven moment moet gaan verjongen. Marijn van Goorberg, nee. Nogmaals Marijn van Goorberg, nee. En hij heeft de bal nog steeds. Nogmaals Marijn van Goorberg. En dan is het... Ik dacht dat ik een fluitje hoorde, maar hoorde ik niet. We hebben nog twee shirts nodig, maar er zit er nog één in. Of... Goed dat er geen statistieken worden bijgehouden, want die waren in paniek geraakt, denk ik. Nick Picard schiet ze weer uit alle hoeken en standen weg. Barbara Brouwer, nee. Weer eventjes tolletje. En als een roofdier, Dick Picard. Nee, de bal gaat toch weer naar Barbara Brouwer. Geen korf. Dat was wel een zegen vandaag voor Top, dat er geen schotklok is. En deze ballijn wordt wel goed gezien en dan krijgt hij de bal mee. Voorlopig Chris van Haar, Thomas Tichelman de baas, behalve dan dat hij Tichelman er een paar keer goed langs gaat. En dan vergeet hij de bal af te ronden. Hij pakt al een paar belangrijke ballen ertussenuit. Van Haren. En dan nu het vak van DVO, die misschien met een lange aanval en een goal met een goed gevoel de rust in kan. Saskia van der Zee houdt die bal nog even vast. Oeh, die bal wordt bijna onderschept door Nick Picard. Misschien eventjes inderdaad de status neerzetten en... Hopen op de schotkracht van Marijn van Goorberg op de achterkant. Kan opgeruimd worden door José Alvarez Andres. Even switchen dan. Daar komt Saskia van der Zee goed vrij. Nogmaals, nee. Die stelt ze uit. Lijkt me verstandig. Want ze kunnen het... ze kan op tijd worden volgespeeld, wilde ik zeggen. Maar Hester speelt die bal niet af. Hester Heidek als enige nog niet echt lekker in de wedstrijd. Een paar keer balverlies. En dan is dit toch wel een beetje duur hoor. 16-14 in misschien wel de slotseconde. De klok staat stil natuurlijk. Kan deze aanval toch weer een goaltje in been pikken. Dan zou dan de 16 zijn van de eerste helft. Ja, Fleur Hoek. 17 goals. Daar is echt helemaal niks op aan te merken. 14 goals van Top trouwens ook best wel aardig. En het is gelijk rust. 17-14. Normaal zouden we nu gelijk wat statistieken laten zien, maar die laten we eventjes achterwege. We kunnen nog wel eventjes mooi kijken naar de hoogtepunten van deze eerste helft. En dan zijn we zo meteen bij jullie terug voor de tweede helft tussen DVO Accounter en Top Solar Complete. Thank you.
Zo, daar zijn we weer. We begonnen aan de tweede helft. Gelijk een jumpshotje van Mick Snell. Mooi jumpshotje. Belangrijke goal naar de rust van top. Gelijk weer twee verschil. Eens kijken of DVO die voorsprong kan consolideren in de komende 35 minuten. Oeh, uitgaande paas van Mick Snell. Saskia van der Zee wordt er goed tussenuit gehouden door Mick Snell. Marijn was hem wel kwijt. En dan zien we dat Janine van Schieder erin is gekomen voor Fleur Hoek. Die wissel ga ik zo meteen even doorvoeren. Dat ga ik nu even doen. Ik ben zo meteen bij je terug. Zo, nu kloppen de spelers weer, die in het veld staan. Fleurhoek die terugkomt van een blessure, dus nog minimaal belast wordt. En sowieso heb je met Janine Verschie verdedigen misschien iets betere dame. Makkelijk het rebound die bal door Koen van Roekel. Kijken of DVO dat aanvalsniveau van de eerste helft op zijn minst kan evenaren. Dat zou mooi zijn. Ondertussen Marijn van der Goorberg doet de poging, maar haalt de korf niet. Achter de korf vrijgepaast. Esther Heiting, goede bal. Net niet. En Mick Snell. Top, op zoek naar de aansluitingstreffer. Nick Picard in het voorveld tegenover Koen van Roekel. Goed verdedigd. Moet je eens aan het balletje van Barbara Brouwer en DVO houdt de bal over. Goed verdedigend werk daar van Koen van Roekel tegen die onberekenbare bewegingen van Nick Picard. En dan zien we hier weer Alvarez Andres. Nu geen korf geraakt. Iets meer in de 1 tegen 1 nu. En die grote pas naar achter. Nogmaals Andres. En een mooi rebound duel. DVO heeft de bal nog steeds. Marijn van der Goorberg zoekt op naar een aangeef. Bal naar het achterveld verplaatst. En dan weer via de zijkant terug naar voren. Uit de draai Marijn van der Goorberg. Nee. En weer de bal voor Mick Snell. Applaus van Jan Niebeek. Voor de verdediging van zijn vak. Nou hier dan. Janine van Schie. Tegenover Celeste Split. Oh, het ziet er aardig uit nu, verdedigend. Ook bij DVO. Ook Bart ziet er aardig uit. Weer een moeizame avond van top door het toedoen van verdedigend werk van DVO. En dan Alvarez, Andres achter de korf. Nu krijgt hij geen ruimte meer van Wessel van Noord. Zal er ongetwijfeld iets over gehoord hebben. Maar nu is hij wel kwijt. Net voor de lijn schiet hij hem weg, Andres. Net niet. Bal rolt eruit. Volgende bal dan. Marijn haalt geen korf. Dit is een moeizame begin dan aan de eerste helft. Zoals het vorige week ook trouwens. Dus de tweede helft ook aanvallend van een minder niveau. Dan is DVO uiteindelijk wel de overwinning binnen te slepen. Lukt ze dat vandaag ook tegen de landskampioen. Als daar Nick Picard ligt niet. Maar die bal die kratst op de voorkant. Weer die bal zo dwars door het vak heen. Jammer. Wel goed verdedigend werk hoor. Maar hier was ze net iets te laat bij. Celeste Split had die bal nooit meer omhoog kunnen gooien. Maar ze werd toch in de rug gezeten. En dan is het een terechte stip.
17-16, top komt eraan. Achter de korf. Marijn van Goorberg, een beetje een moeizaam schot. Wel een goede rebound hoor voor Andres. Is het niet zo makkelijk? En goed, glibbert daar weg. Het veld is nog een beetje nat. Zoek dan toch maar weer de rebound op. Marijn, die ziet er goed uit. Nee, op de achterkant. Recht voor mijn commentaarpositie schoot hij hem weg. Davio kan een goaltje gebruiken nu. Bijvoorbeeld hier via Andres. Ja, belangrijke goal. Toch weer die marge van 2 geconsolideerd. Alvarez, Andres. Weer lekker op schot vandaag. En nu eventjes over de dames in dit vak. Jet Hendricks. En de afval aan de bal voor Andres. Kan Davio gelijk een gaatje slaan via Koevoekel. Die bal is te hard, maar die kan wel goed worden opgevangen door Janine van Schie. Heel goed geanticipeerd. Die zag dat die bal te hard was en die snijdt op het juiste moment naar binnen. Zo is het gewoon weer 3 verschil. Een slimme goal van Janine van Schie was dat. Echt slash split in de luren. Niks snel. Veel te hard. Makkelijk te rebounden daardoor. En weer het duel. Veel te zacht. Nou, niet helemaal op koers, beter gezegd. Weer de rebound voor Van Noord. Twee dames weer. Sanne Jousma. Nee. Volgende rebound. En dan gelijk de bewegingen van Jet Hendricks erachteraan. Die worden ter nauwe nood gelezen door Saskia van der Zee. Nee, nog wel hoge aangeeft dit. En dan Mick Snel op de achterkant en de goal. Nee, dit loopt nog niet helemaal volgens plan waarschijnlijk voor die beker. Dat zal hij ook wel een beetje hebben verwacht, denk ik. Want dat was vorig jaar niet anders. Toen liep het ook best wel stroef. Nee, net niet helemaal lekker getimed door Koen Verroekel. Maar Davio maakt het zo heel moeilijk. We moeten Wester van Noord heel erg uitkijken dat hij nou niet een stapje te veel zet trouwens. Nogmaals snel, ook niet. Nou, hij krijgt in ieder geval genoeg pogingen nu om in zijn ritme te komen. Hoeveel brandstof heeft hij? Dat is natuurlijk ook altijd maar de vraag. Doordringer gegeven. Nou. Of het is misschien wel overtraining van Wessel van Noord. Dat zou ook nog kunnen. Koen Verroekel. Nee, dat wordt hem niet. Nogmaals Koen Verroekel. Dan gaan er 2 naar de grond. Even wachten misschien. Nou, hij schiet hem gewoon in. Romy Teuns spuugt even een hap zand uit. Top gaat weer op zoek naar 2 verschil. Ze zaten zo dicht tegen de gelijkmaker aan. Maar Davio weet ze toch net van het lijf te houden. Nu weer een aardige marge. En er zijn al 10 minuten verstreken deze tweede helft. Niet het doelpunt te verstaan van de eerste. Maar oh. Iets te agressief. Assertief. En je hebt Hendricks met de bewegingen en het schot, nee. Hard, maar ver duel denk ik. Tenminste, wordt niet ingegrepen door Peter van der Terp.
Nogmaals, schot van Hendricks. Nee, en nu de rebound. Chris van Haren heeft in de punt. Schiet hem altijd lekker hoog weg. De bal valt Pardoes in de handen van Koen Vroeken. En dan even twee dames in het voorvak. Strafworp. Goeie actie van Romy Teunissen. En dan kan het verschil weer naar 4. Koen Vroeken, wat doet hij ermee? Hij doet precies het juiste ermee. Dan gooit de bal er gewoon lekker in. 20-16. DVO is goed op weg naar een prima eerste wedstrijd in dit seizoen in de Eredivisie B. Bonuspunten, ja, zo mag je het misschien wel noemen als je tegen de landskampioen aantreedt. Twee dames voorin nu. Zes splits, nee. Ik zie trouwens Wouter de Koning wat rek-oefeningen doen. Misschien dat hij Thomas Tichelman gaat aflossen. Dat kan ik me zo maar voorstellen. Heel moeizaam schotje van Nick Picard. Ook van hem nog niet echt heel veel gezien. En, volgens mij wil Ben Krom graag dat DVO er nu overheen gaat. Oppassen voor de achterlijn, Andres. Hey, het schotje van Saskia van Zee was niet helemaal goed, maar deze wel. En het verschil is 5. Ja, achter de korf wordt geprobeerd om Nick Picard vrij te spelen. Maar Koen Roekel volgt hem uitstekend. En als dan Celeste Split nog niet heel erg lekker aan het schieten is, dan heb je toch al gauw een probleem in dat vak. Nou, had ik misschien mijn mond moeten houden. Nick Picard dan maar wat meer uit stand. En Nick Picard die is ongeveer achter tevoren verdedigd. Chris van Haren schiet even op een dame. Ik zie trouwens Nick Picard toch best wel vaak een beetje door zijn knieën gaan. Ook hij natuurlijk een lang seizoen achter de rug vorig jaar. De conditie is vast nog niet helemaal op het optimale niveau. Bal lag niet. Oh, bal lag wel op de hand van José Andrés, die daar denk ik geluk heeft. Want die was ook al een beetje gelaten dat die bal niet van hem was. Nick Snel krijgt nog eventjes een vermaning te verwerken van Peter van der Terp. Die ik nog niet veel genoemd heb. Nou, dat is dan altijd een goed teken. Voorlopig weinig op aan te merken op het optreden van deze scheidsrechter. Mag ook wel genoemd worden natuurlijk. Koen Vroekel moet die bal lekker in zijn handen krijgen, zodat hij lekker in die baan in het schot kan stoppen. Goeie rebound. En nogmaals, Janine van Schie, die is te kort. En goede rebound. En een strafworp. Dat doet Chris van Haren ook wel heel erg handig hoor. Vooral ook een beetje onhandig van Nick Picard, maar... Koen Vroekel, ook deze gaat er lekker in. Toch weer 5 verschil en de klok tikt steeds verder weg. 5 minuten te spelen en top volgens mij 3 goaltjes gemaakt deze tweede helft. Dat houdt niet over. Weer 2 dames. Ik heb het idee dat Mick Snel nu een klein beetje wordt ontzien. Hier natuurlijk enorm lopen spitsen in de eerste helft. En nu wordt er een klein beetje overgeschakeld. Maar die dames weten het nog niet echt te belonen. Steunende werk van de mannen. Nu ook Mart Hortensius langs de zijlijn bezig met de warming-up. Romy Teunissen, tweede bal gaat er niet in. Komt Koen Vroekel even op audiëntie bij Ben Krum, krijgt nog wat aanwijzingen. En ziet dan aan de andere kant
Sanne Joosma met een goede actie, maar doordringen. Eén beweging te veel eigenlijk, want ze was er langs geweest, maar ze besluit om toch weer terug te gaan naar de baan. En daar staat dan gewoon Hester Heitink opgesteld. Chris van Haren kan die bal inhouden. Nee. Wel een mooie oplossing was dat geweest. Baat er een beetje van. Schot op het donnetje omver. Misschien dat hij toch nog iets beslissender wil zijn. Nu hij de kans krijgt in het eerste. Maar ik vind het zeker niet onaardig spelen. Vrije bal tegen Marijn van der Goorberg, denk ik. Zet je in de rug van Nick Snel. Nick Snel die neemt dan zelf de vrije bal. Kan het verschil weer naar 4 brengen. Doet hij niet. Wel een goede rebound. Weer een vrije bal tegen José dit keer. Nogmaals, Mixnell ook niet. En nu is de bal wel voor DVO. Nou, als dit soort buitenkantjes er ook tot 2 maal toe niet ingaan, dan ben ik al heel voorzichtig geneigd te zeggen dat Top het wel eens heel moeilijk zou gaan kunnen krijgen. Ik probeer het zo genuanceerd mogelijk te brengen natuurlijk. Maar het ziet er vooralsnog heel goed uit voor de thuisploeg. En toch weer even Mixnell voorin nu. Een beetje van de grond, Marijn. Ja, en dan gaat hij erin. Goeie bal van Mixnell. Heeft er nog wel zin in om het DVO nog een beetje lastig te maken, kennelijk. Goed voorverdedigd door Sanne Jousma. Het is afwachtend van Saskia van der Zee. Stapje extra als die bal ingespeeld wordt. Altijd aan te raden. Dan hier dan slechts split. Nee, komt niet tot schot. En dan weer die passen en dat vliegen van Nick Picard. Dame op dame. Dan maar dat schot op de achterkant. Rebound voor... Die bal was niet op de hand van Romy kennelijk. Romy denkt er anders over. Nick Picard. Nee. Rebound bij Tichelman. Nogmaals Picard, vrijgepaast. Nou, deze dan. Ja, die gaat er wel in. 3 verschil. Eerste marge voor DVO groot genoeg om de landskampioen de eerste nederlaag toe te brengen. Een goaltje zou wel welkom zijn. Een goaltje van Marijn, want die heeft nog niet heel veel goals gemaakt voor mij. Aardig kansje van Hester Heitink. Nou dan, Marijn van Goorberg. Nee, op de voorkant. Wel een goede rebound. De paal gaat een beetje heen en weer. Nogmaals, het zoeken naar Marijn van Goorberg. Die is te kort. Weer een rebound voor Alvarez Andres. Krijgt ook wel een zetje mee volgens mij. Even wisselen. En dan moet Andres het gaan doen. Stap naar achter. Ziet er goed uit. Nee, wel een rebound. Is hij niet op de hand van Marijn van Goorberg? Nee. Ja, die had inderdaad fijn moeten zijn. Je hoort Krum schreeuwen. En Top op zoek naar 2. Nogmaals Picard. Nee. En die bal is natuurlijk voor Chris van Haren. Jazeker. Alvarez uit de hoek van het veld. Jammer. Ook weer een mooi schot. Heel ver. Ja, die stelt hij even uit. Begrijpelijk. Goeie actie. En dan Marijn van Goorberg. Scheelde niks. Krijgt José alsnog op zijn kop. Oh,
Maar het lijkt een beetje buigen of breken te zijn nu bij Top. Komen ze dichterbij? Komt deze toch weer op 4? Lekker die bal weggesmeten daar. DVO dat net iets minder gretig is dan nodig is bij het rebounden daar. Veel ballen op de hand die dan net weer tussenuit worden getikt. En Wouter de Koning en Lara Boonstoppel. Het debuut van Lara Boonstoppel. En dat betekent dat ik even achter de laptop kruip. En dan ben ik zo meteen bij je terug. Rij van Hoorberg ziet hem in. Ik heb het niet gezien. Gelukkig hebben we de herhaling nog. Loopcijfer. Mooi goal. Toch weer 4 verschil. Ja, en Lara Boonstoppel dus erin gekomen voor Barbara Brouwer. Dat betekent dat ze naast haar vriendin staat. Dat zou ook wel leuk zijn. En dan komt aan de andere kant Barbara Brouwer er weer in voor Sanne Jousma. Dus dan ben ik weer eventjes uit de lucht. Tot zo meteen. Strafworp gegeven. We zagen niet wie het was, maar we zien wel wie het maakt. Mick Snel. Toch weer 3 verschil. Hoop ik dat het nou eens klaar is met dat wisselen. Dan kan ik eigenlijk weer mijn verhalen afmaken. Ik zie alleen Mart Hortensius nog een klein beetje ijsberen langs het veld. Oh, goede interceptie hoor van Nick Picard daar. Leest het spel goed, die dubbele situatie. Het is er niet gespeeld. Barbara Brouwer nu naast Jet Hendricks. Dus vol over de dames in dat vak. Een begrijpelijke wissel. En hier zien we waarom. Het verschil is 2. De hele wedstrijd liepen ze achter de feiten aan, Top. Net als in de zaal. Dan gaan ze dan toch nog met een punt of meer naar huis. De bal van Marijn gaat er niet in. Weer een niet een hele lekkere bal van Hester Heitink. Top kan naar 1. Via deze Nick Picard. Nee, hij stelt hem uit. Lara Boonstoppel in de rebound. Thomas Tichelman. Laat eens wat zien. Het wordt een heel ver schot van Nick Picard. Thomas Tichelman, daar is die. Geen korf geraakt. Lange aanval weer van Top. Gaat allemaal net goed bij Koen Verhoeken en Nick Picard daar. Net goed voor DVO bedoel ik dan natuurlijk. Het zit best lekker dicht. Nu de remount nog. Daar is hij. Het schijnt van kans hoor, voor Thomas Tichelman in de rebound tegen Chris van Haren. Als die bal een beetje recht naar beneden komt, dan doet hij gewoon fysiek onder. Weer een balverlies, snel balverlies in het vak door goed voorverdedigen. Meerdere kansen voor Top nu om de aansluitingstreffer te laten aantekenen. Maar ze nemen er wel hun tijd voor. Hier dan.
Celeste Split, nee. Niks aan de hand. Nick Picard, nee. En weer de rebound voor Chris van Haren. Nou, een goaltje zou niet verkeerd zijn nu, want die verdediging staat onder zware druk daar. Zou een klein beetje kunnen worden ontlast als ze nu een Bernikowski goal gemaakt wordt. Wouter de Koning moet wat meer druk weten te geven op Alvarez Andres. Doet dat voorlopig uitstekend. Diepe bal wordt door Mick Snell geprobeerd te onderscheppen. Vrije bal. Een belangrijke vrije bal dit. Oeh, dat is wel een hele belangrijke hoor, want er stond ook helemaal geen rebound. Maar hij gaat er heel zuiver in. Drie verschil weer. Kleine avond van top toch weer afgeslagen daardoor. We zijn er nog niet. Goeie interceptie van Janine van Schie, die uitstekend invalt. Celeste Split dekte zo het zijn of haar ervan, maar voor mij was het een geldige interceptie. Verdedigende werk van Janine van Schie is uitstekend, wat mij betreft. Kennelijk was die... Oeh, ook een belangrijke bal. Kennelijk was dat geen lopen van José Alvarez Andres. Ik zag hem niet goed. Laten, zegt... Jan Niebeek, ja, het is me net de vraag of hij helemaal los van de grond was natuurlijk. Maar die bal van Brein was wel heel belangrijk hoor. Barbara Brouwer, gaat zij het dan weer doen in dit vak? Uitstand. Op twee beentjes. Alvarez kan er net niet bij. Mick Snell, weer twee heren. In de steun. En oe, die bal dacht ik dat hij erin ging, vanuit mijn perspectief. De aanval loopt door, dus het zal niet zo zijn geweest. En dan weer het zoeken naar Barbara Brouwer. Saskia van der Zee moet alle zeilen bijzetten. Achter de korf, bal veel te plat van Jet Hendricks. Daar kan Mick Snell helemaal niks mee. 7 minuten te gaan. 7,5. Natuurlijk, Chris van Haren weer naar de reboundpositie. Daar kan hij excelleren. Janine van Schie, rebound bij Chris. Tweede bal voor Romy. Rustig krijgt Koen Vroeger te horen, maar hier dan weer Chris van Haren. Met een puik kapot speelt hij. Vijf verschil. Helemaal puur op eigen kracht. Creëert hij die kans en maakt hij hem af. Ook te zien aan de ontlading. Mick Snell dan maar weer. Zo'n droge knal van hem eroverheen, dat zou het afmaken. Voorlopig nog niet. Was dit een knockout voor Top Coratio? Top Sola compleet. Mijn excuses. Mick Snell, ziet er goed uit. Te kort. Nogmaals Mick Snell, dat lijkt minder op koers. En de afvallende bal voor Hester. Let een klein beetje gelatenheid nu in het spel van Top te sluipen, dat zocht ik. En als het hier 6 verschil wordt, dan lijkt de wedstrijd wel gespeeld. Koen Vroekel, uitstand, nee. En dan inderdaad daar de tegenstander van Koen Vroekel, die lekker staat mee te vangen. Weer uitstand, Barbara Brouwer. En nogmaals Barbara Brouwer. Doorslaan gezien door de grensrechter. Dat betekent dus een vrije bal. De vorige twee gingen er niet in. Van Mick Snell. Te vroeg inlopen van Marijn van Goorberg. Zoekt andere plek op.
ook niet. Rebound duel, Saskia en Barbara Brouwer. Komt Jet Hendricks komt echt pal door de paal uit. Jet Hendricks en weer de rebound. Ja, Jet Hendricks krijgt horen dat ze moet schieten. En dan doet ze dat en dan is er toch weer eventjes overleg tussen top van hoe nu verder. De laatste 5 minuten gaan in. Ik denk niet dat Mart Hortensius nog in het veld gaat komen. Koen Verhoekel schiet een makkelijk 3-bound de bal voor Chris van Haren. Romy Teunis uitstand, dat is altijd heel gevaarlijk. Hoppakee, Chris van Haren bekroont een uitstekende wedstrijd met... Ja, ik weet niet hoeveel zijn goal het is. Ik denk zijn derde, zijn vierde, iets in die richting. En het verschil is 6. Ja, en dat gaat top niet meer goed maken, denk ik. In 4,5 minuut. DVO kan de bal lekker rustig uitspelen. Hier gelijk weer een onderschepping van DVO. En zo loopt de landskampioen in de zaal gelijk op het veld tegen een nederlaag aan. Ik denk eerlijk gezegd niet dat ze heel veel kan schelen. Het gaat om het proces richting de zaal. Maar voor DVO is het natuurlijk wel heel lekker om zo het seizoen te beginnen. Top niet op volle oorlogsterkte, mag ook wel genoemd worden natuurlijk. Geen Daniel Harmsen, geen Paul Anholtz. Maar goed, er staat nog genoeg kwaliteit in het veld natuurlijk. DVO wint er met een ruime marge van, zoals het er nu naar uitziet. Dus complimenten zijn wel op zijn plaats, denk ik. Even kijken wat de uiteindelijke eindtestslag dan gaat worden. Komt er nog wat moois. Bijvoorbeeld hier. Het is in ieder geval een strafworp. Nick Picard. Komt er nog een mooi toetje voor de thuissupporters. Bijvoorbeeld door deze Andres. Nee. Marijn van der Voorberg dan. Nee, dat lijkt nergens op. Had die bal van Maroniers vast voordat hij hem weer wegschoot. Nogmaals dan. Komt er nog een Hester Heiting truc. Die hebben we nog niet gezien trouwens. Maar die heeft alleen op belangrijke momenten nodig. Van der Voorberg. 5 seconden roept Ben Grun. Dus die wil ook wel een soort van de bal is heet spelletje spelen. Ziet toch graag wel een schot binnen afzienbare tijd. Natuurlijk ook om een beetje te wennen aan een eventuele schotkluk in de zaal. Jan Niebeek heel erg te spreken over deze aanval. Over veel schuiven. Tiki-taka korfbal. Maar goed, dan is het schot niet zuiver en dan ben je wel gewoon de bal kwijt. Maar wel goedkeurend geknikt daar aan de zijlijn van de technische staf van top. Ruben Bode en Jan Niebeek. Miscommunicatie daar tussen Saskia en José Alvarez. En dan wordt Saskia van de Zee eventjes flink de waarheid gezegd door Ben Krum. Uitstand. Lara Boonstoppel, goede rebound van Nick Picard. Slechts split snapt er niks meer van. En zo gaat de wedstrijd uiteindelijk naar een beetje een ongeïnspireerd einde, mogen we wel zeggen. Maar de punten zijn binnen en dat is belangrijk. Nog een ontschepping van Mick Snell. Kijken of Nick Picard nog wat leuks kan verzinnen. Of is het gewoon een standaard schot? Van slechts split. Binnen het veld, krijgt top de bal nog een keer. Nogmaals, Picard. Net niet. Oeh, wel een aardig trucje van Tichelman. Komt niet uit de verf. Goeie actie van Lara Boonstoppel met haar eerste goal in dienst van Solar Compleet, als ik me niet vergis. Nou, aardige afsluiting, lijkt mij. Hoe lang staat er nog op het klokje van Peter van der Terp? Koen Verhoekel, ver boven zijn hoofd weg, maar ja, wel lekker raak. 28-23.
Bal gelijk naar de aangeef. Mick Snel vanuit de hoek van het veld. Komt nog wat leuks aan. Mooi balletje van Mick Snel. Sterft werkelijk op de rand van de korf daar. En het is afgelopen. Overwinning van DVO Accountor op top solo compleet. Het is nog altijd even wennen, die nieuwe sponsor. Knappe zegen. 28 goals. Helemaal niks op aan te merken. Behalve als je Ben Krum heet, dan zie je altijd ruimte voor verbetering. Wat ons betreft geslaagd de eerste wedstrijd ook qua livestream. Dus hopelijk kunnen we dit ook de derde als we thuis spelen tegen DOS 46 nog eens herhalen. En dan gaan we alweer in ieder geval voor de thuiswedstrijd van DVO de zaal in. Dus voor nu zijn we tevreden met 2 punten. En hopelijk zien we jullie zo meteen als we tegen DOS aantreden op de 30 september weer terug op Sportpark de Eikelhof. Tot dan. Ja, zo. Wat voor programma? Ja, hè.